1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Maar de ziekte is onder migrantenvrouwen nog steeds een groot taboe. Uit schaamte en angst praten veel allochtone vrouwen niet over hun ziekte. Aan tafel 2 vrouwen die wel de stilte doorbreken. Welkom dames. Aan deze kant Najla Özbizer. Spreek ik het goed uit? Ja. Ja. Je mag het ook even zeggen? Najla Özbizer. Najla Özbizer. Ja, welkom. En aan deze kant Guli Abdurrahman. Guli, jij schreef het boek 21 Stralen. Een boek over jouw vlucht uit Irak, maar vooral ook een boek over jouw borstkanker. Klopt. Bij jou is er jouw linker borst ben jij verloren. Klopt. En Najla, jij bent allebei je borsten verloren. Ja. Het is een rare vraag, maar toch, hoe is dat? Hoe is dat, ja. Je bent er wel. Het is heel zwaar. Heel vreemd. Het zwaarste is als je de eerste verliest. Dan heb je heel veel tijd om dat te verwerken. Om daar bovenop te komen, gepaste kleding te vinden. Verschillende BH's zoeken, wat zal het zijn, protheses. Maar wanneer je de tweede ook verliest, dan denk je van, oh, nou. Want hoe ging dat? Jij verloor eerst je... Er werd borstkanker geconstateerd in je ene borst. Ja. En later pas in de tweede. Nou, het zit zo. En bij mijn linkerborst is het geconstateerd. 2 jaar terug. Mm-hmm. En toen heb ik een borstcontrole. Ja. Ze hebben allebei de borsten toen geopereerd, zeg maar. Alleen de borstweefsels verwijderd en prothese geplaatst. Maar goed, dat ging niet goed. Dus het kwam weer terug. 4, 5 maanden later. Toen hebben ze de linkerborst geamputeerd. En toen heb ik chemokuren gehad. 5, 6 maanden lang. Toen is het eigenlijk een beetje goed gegaan. Toen hadden we twijfels over de rechterborst. Wat ja, goedaardige knobbels. En het kon kwaadaardig zijn. Ja, ik wilde geen risico's nemen. Dus ik zei, nou, ik wil al die chemokuren, al die troep allemaal niet meer. Dus weg ermee. Dus eigenlijk heb je het een beetje min of meer preventief. Een beetje uit de tweede borst laten verwijderen. Ja, want dat is nogal een ingreep. Ja, absoluut. Ja, nou, het zit zo. Mijn moeder is overleden aan borstkanker. Ik was zelf 8 jaar en het is erfelijk. En ja, we hadden niet verwacht dat ik dat ook zou krijgen eigenlijk. Want mijn zus heeft het niet. Ja, op mijn 28ste was het toch zover. 28, ja. Dat is behoorlijk jong. Ja. Najla, we gaan zo verder praten ook over het feit dat borstkanker vaak erfelijk is. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. Guli, wanneer kreeg jij borstkanker? In 2007 kreeg ik diagnose van borstkanker. Helaas, een jaar daarvoor liep ik met signaal van borstkanker. Maar dat werd ook door mijn vorige huisarts helaas niet serieus genomen. Dat is in tegenstelling van dat werd gezegd dat allochtonen met elke kleine kwaaltjes naar de dokter gaan snel. En ze vragen veel te veel medicatie. Oké, van de ene kant is waar. Maar van de andere kant vind ik ook heel erg jammer dat soms wordt het probleem niet serieus genomen. En moet je nagaan. Ik ben zelf mondig, ik ben zelf verpleegkundige. Op de afdeling oncologie heb gewerkt. En nu ben ik zelf, heb ik een signaal van borstkanker. En wordt niet geluisterd naar mij. Wordt het alles aan stress verwijt. Moet je nagaan. Mensen die wat ouder zijn, in analfabeet zijn, van eerste generatie allochtonen in Nederland, die kunnen voor zichzelf niet zo opkomen. Maar jij werd dus heel lang niet serieus genomen. Ja, een jaar lang. Je hebt gevecht moeten leveren met artsen om serieus genomen te worden. Ja. Dat ze jou, want jij dacht, ja. Jij dacht, ik heb misschien borstkanker. Ja, en toen kwam het ook uit dat je dat hebt. Helaas had ik gelijk. Ik hoopte dat ik geen gelijk had. Maar, want mijn huisarts had het eerste mammografie met mij niet besproken. En zei ze, er is niks te doen. En later, 8, 9 maanden later, toen tweede mammografie, moest ik pushen. Om dwingen, om een tweede te krijgen. Toen zei ze, goed Guli, dat je en daarom gemaakt. Pleit jij nu ervoor dat migrantenvrouwen assertiever moeten worden. Ja. Ze zijn vaak niet assertief genoeg. Nee. Herken je dat? Ja, natuurlijk. Er zijn zat vrouwen die eigenlijk
die zich niet echt laten controleren of niet mammografie laten doen. Wanneer er oproep komt dat ze niet naartoe gaan. Ja, ik heb jarenlang dat wel gedaan, om de 6 maanden gewoon mammografie laten doen. Maar omdat het ook in de familie zat natuurlijk. Heerlijk. Maar heel veel durven dat ook niet. Ja, zich blootstellen. Angst. Angst. Ja. En ook aan daarna... Schaamtegevoel, angst. Maar ook de cultuur. Cultuur, ze durven religie. Zich niet te stellen. Nu noemen jullie een heleboel. Cultuur, religie, angst, schaamte. Omgeving. Maar leg eens uit. Kun je een voorbeeld geven? Wat is dan die angst? Of wat is die schaamte? Ik heb allochtone patiënten verpleegd. Iemand, een jonge vrouw uit Iran. Die had 5 jaar signaal van borstkanker. Maar met dat probleem, ze was angstig om mee naar de arts te gaan. Dus het was te laat. Toen ze is naar de arts gegaan, was al uit zijn in de longen. Maar zijn niet alle vrouwen angstig? Niet-migranten vrouwen? Ik vind van wel. Jawel, alle vrouwen ik hoor zijn wel ook angst, van autochtone vrouwen. Maar dan komt het weer op die cultuur af. Dus ik bedoel, bij ons ga je dan minder snel bij de arts. Ik bedoel, voor zoiets dan. Ja. Voor andere dan? Kleinere dingen ga je wel sneller. Maar... waarom ga je dan voor iets als borstkanker of last van je borst hebben minder snel naar de arts? Dan moet je je blootstellen. Jouw intieme lichaam, organen, kan je niet zo makkelijk laten zien. Okay, aan een, ja, dat is het. Want de meeste artsen zijn mannen, is dat het? Ja. Omdat de meeste mannen artsen zijn, voelen veel migrantenvrouwen willen zich dan niet blootgeven. Inderdaad, dat vind ik. In Turkije bijvoorbeeld, daar heb je ook mannelijke artsen. Daar gaan ze dan wel wat makkelijker ermee om. Maar in Nederland dan weer niet. En eigenlijk, dat is ook het punt. Ik wil ook hiermee eigenlijk laten horen van ze moeten eigenlijk zich meer wat blootstellen en gewoon meer durven en gaan en laten zien. Een van de dingen is, we weten nu door onderzoeken dat borstkanker erfelijk is. Nou, jij geeft het al aan, jij verloor jouw moeder op je achterste. Jij zegt ook, het is erfelijk. Toch zie je in veel migrantengezinnen ook dat erfelijkheid een beetje wordt weggewijfd. Van, maar het komt allemaal van God. Dat vind ik tekort aan kennis. Kennis over medische zaken. Als het kennis groot is hierover, dan kunnen ze wel achteraan gaan. En dit makkelijker accepteren en achteraan gaan. Ja, maar hoe moeten ze aan dat kennis komen? Er zijn zoveel stichtingen, zoveel instanties. En zoveel hulpplekken eigenlijk waar ze naartoe kunnen gaan. Maar ze durven niet, omdat... Ja, daar komen we weer. Migrantenvrouwen durven niet makkelijker bij Nederlandse stichtingen aan te kloppen. Daarom hebben wij in 2008 samen met een aantal andere collega's Stichting Allochtone Kanker opgericht in begin 2008. En daarna van start gegaan en om taboe hier door te breken. Ja, en dan mensen wegwijs maken, bewust maken van de mogelijkheden die er is. En... kijk, bijvoorbeeld als je huisarts je niet serieus neemt, dan heb je de mogelijkheid. Wat is dat? Ga second opinion zoeken. Dat heb je natuurlijk, recht op. Natuurlijk. Meestal weten migranten niet dat je een second opinion mag aanvragen. En dat is hetzelfde reden waarvoor ik eigenlijk pas een maand, anderhalf maand terug ook een stichting ben begonnen, Stichting Elvida. Voor alle migrantenvrouwen eigenlijk ook een handje bij te helpen. Om hun, meer kennis te geven over... Ja. Ja, als je borstkanker hebt, wat ga je ermee doen? Borstkanker, hè? Ik bedoel, er is nog steeds een hoog percentage vrouwen dat overlijdt. Dus we hebben het over leven en dood. Ja, juist. En waarom wordt dat dan niet serieus genomen? Excuses voor mijn stem. Nee, geef niet. Serieus? Ja, ik denk niet dat dat echt de juiste woord is. Ik denk dat het zeker wel serieus genomen wordt. Maar het is puur van, ze weten het raad niet. Ze weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Mm-hmm. Niet alleen zij zelf. Het belangrijkste wat wij altijd vergeten zijn... de partners en de gezinsleden, de kinderen. Dat is ook heel belangrijk. Hoe gaan zij ermee om? Hoe ze met hun vrouwen... Hoe gaan ze ermee om? Het is wel om? Belangrijk dat bijvoorbeeld zorgverleners, artsen en verpleegkundigen... ook kennis over cultuur, achtergrond van de patiënt of klant hebben. Mm-hmm. Dan kunnen ze wel signalen eerder serieus nemen en met een goede oplossing hoe komen samen. Hoe gaan partners ermee om? Hoe gaan... Ze hebben het zwaar. Ze hebben het zwaar. Heb jij zelf een partner? Ik had een partner, absoluut. En hij had het gewoon heel erg zwaar mee. Op dat moment, wanneer je ziek bent, dan denk je eerder alleen aan jezelf. Maar je zit niet in wat voor situatie hij zit. Of je ouders, of je kinderen. En dat is gewoon heel zwaar. En ik vraag me dan af, durf je dan, in jouw geval bijvoorbeeld... of bij andere migrantenvrouwen... durf je dan ook aan je vader bijvoorbeeld te vertellen dat je borstkanker hebt?
Want ik weet vanuit mijn Pakistaanse achtergrond, je borsten, je lichaam, daar praat je niet over tegen mannelijke familieleden. Nee, maar ik durfde ook niet. Jij durfde ook niet? Nee, tegen mijn broers niet, tegen mijn vader niet. Ik ging zelfs met moeite met mijn kinderen praten daarover. Is dat niet erg eenzaam? Ja, natuurlijk, maar dat is, ja, het is de cultuur. Je durft dat niet gauw. Ik ging mezelf ook een tijdje helemaal opsluiten in huis, omdat ik niets durfde. En ik weet daarom hoe die vrouwen zich voelen. En dan denk ik van, ja, ik heb dit kunnen verwerken. En eigenlijk, ik weet nu hoe ik positief daarover moet omgaan. Nu wil ik anderen ook daarbij helpen. En dat doen jullie allebei door jullie eigen stichting. Ja. Maar jouw boek 21 Stalen gaat er onder andere over. Blijft u kijken, straks straatschoffies die de buurt terroriseren en niemand die er echt iets aan doet.